We zijn een franchise-organisatie en wij exploiteren espresso bars. En dat maakt ons qua gebruiker anders dan de meeste gebruikers, omdat wij hebben klanten, franchise-nemers, maar we hebben ook hun klanten, de eindgast in onze zaak. Dus waar wij business intelligence in zitten, is eigenlijk ook die kennisniveaus die wij door de organisatie heen hebben, beter presenteren aan onze ondernemers. Zodat niet alleen wij beter beslissingen maken, maar ook beter die beslissingen kunnen onderbouwen aan onze klant, de franchise-nemer. Elke franchise-nemer die begint is eigenlijk een jonge ondernemer die voor het eerst gaat ondernemen, in veel gevallen. En door het zo simpel mogelijk te kunnen maken, door die bronnen te combineren en eigenlijk die gigantische hoeveelheid aan data terug te brengen naar slechts een paar knoppen waar je eventueel wel op kan inzoomen, was Qlik een perfecte oplossing voor ons. Want die kan ontsluiten op al die verschillende bronnen en de weergave hebben van één enkel pakket of één enkel programmaatje of één enkel dashboard zelfs voor onze gebruikers. Ik denk dat voor ons Qlik meteen het antwoord was met de gebruikersvriendelijkheid. Ik ben geen programmeur, ik ben geen IT'er, maar ik kon er wel mee aan de slag. Ik had heel duidelijk een visie voor ogen van oké, dit is wat ik wil zien. En ik had wel een partner nodig die dan Qlikview koppelt aan die bronnen en in ieder geval een beetje dat samenvoegt in een basisdashboard. Maar door de gebruikersgemak die het biedt, kon ik al heel snel aanpassingen doen en het systeem bouwen zoals ik het zelf voor ogen had. En omdat die insights zo makkelijk te vinden zijn, is een idee van ik denk makkelijk te vertalen naar een doel wat je gaat zoeken in je dashboard, waardoor je de data omhoog haalt naar visualisatie van niet alleen ik denk dat het zo is, maar het is bevestigd of juist niet bevestigd. Maar dat presenteert een stuk makkelijker en dat maakt de discussie waarom je een bepaalde beslissing doet een stuk makkelijker.